Dank je wel voor de help en misschien tot volgende keer. Hè? Heb je geldzorgen? Blijf er niet mee rondlopen. In dit programma wijzen we je de weg. Bokstel biedt iedereen een helpende hand. In het begin, toen ik was hier in Nederland, was voor mij heel moeilijk die zaken van belastingdienst te organiseren, want het is onbekend voor mij. Meneer Aswani? Ja. Hi. Hallo. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen. Hi. Ga lekker zitten. Via vrienden, ik ken de weg naar die sociaal raaddienst, die zijn, helpt mij heel goed. Het gaat over de belastingdienst aangifte 2021. Ik denk dat jij heel goed kan aanvoelen wat door hen de probleem opgelost binnen een uurtje, zeg maar, die misschien kan duren mij een maand. Kijk erin. Die luister goed. Zij volgt de zaak tot die eind. En dat is het belangrijkste, dat je krijgt goede resultaten. Je terughoudt en je bent tevreden. Het is uit jouw hoofd. Dank je wel voor de help en misschien tot volgende keer. Hè? Ik ben vrijwilliger. Ik vind het leuk om mensen te helpen met allerlei papierenwerk van overheid en gemeentes enzovoort. En voorbeelden daarvan zijn energietoeslag, zorg- en huurtoeslagen, uitkeringen van de participatiewet, bijzonder bijstand en dat soort dingen meer. Mensen hebben vaak een brief bij zich van de gemeente waarvan ze niet duidelijk is wat dat eigenlijk de bedoeling is. Goedemorgen, hoi. En daar helpen we ze dan mee. Dus u wil graag eigenlijk hulp bij het invullen van het formulier om samen de energietoeslag aan te vragen? Ja, dat kan zeker. Ik ben sociaal raadsvrouw en coördinator van de administratiemaatjes. Raadslieden lijkt alsof we bij de gemeente werken, maar dat is niet zo. Een raadslid kan je ook zien als iemand die zich bezighoudt met recht, zoals een advocaat, dus ook een raadsman of een raadsvrouw. Dat zijn wij ook, alleen wij zijn geen advocaten, maar we kunnen wel helpen met de weg vinden binnen het recht. We hebben heel veel vragen op dit moment over financiën, over de energietoeslag, maar ook hoe kom ik rond. Maak je allemaal gebruik van allerlei voorzieningen die er zijn, zoals huurtoeslag, zorgtoeslag of gemeentelijke voorzieningen. En als mensen de moeite mee hebben om die dingen aan te vragen, dan kunnen wij daarmee helpen. Dus dan maak ik even een kopie van de prijswijze en de bankrekening. Ik kwam hier in verband met het invullen van papieren voor de energietoeslag, dus het is goed verlopen. Dus ja. Dan wachten we het af wat de uitslag is. Heeft u problemen, blijf dan niet thuis zitten, maakt het alleen maar moeilijker. Kom naar Kantoor de Twer en dan kunnen we u zeker helpen. Als u denkt, nou ik heb eigenlijk ook wel een vraag over geld, of ik heb een vraag over recht, of ik heb hulp nodig bij mijn papieren. Je kan met het raadsliedenwerk contact opnemen per mail, kan telefonisch. Mensen kunnen hier zonder dat ze zich aanmelden binnenlopen en meld je aan bij de receptie dat je graag gebruik wil maken van het raadsliedenwerk. En dat kan ook anoniem. En op maandag en woensdag hebben we een spreekuur. En dan helpen we u graag.